Goedemiddag, lieve vrienden. Het is. We zullen zo even zien hoe laat het is, want hier loopt bijna niks goed. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Eens even kijken. Dat gaat zo niet. Dan gaan we naar de pc toe. Het is 13:38. Het is maandag 11 februari. Vandaag zijn Karen en Roderick 3 maanden getrouwd. Ja, dat. Maar en ook welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenborrel. En ja, ik ben laat, ik kwam vanochtend toch geen mens. Vanmiddag komt er geen mens, want Astrid doet een fysiotherapie. En ik heb knallende hoofdpijn. En ik heb rugpijn. En ik denk dat het allemaal door het weer komt. En ja, de griep die hier is nog steeds, het gaat op en neer. Dus ja, het is momenteel niet veel goed. Maar ja, we gaan door hoor. Ja, we gaan gewoon door. De dieren zijn binnen. Frodo die moet ik zo meteen even aanpakken, want die heeft er net, terwijl ik in de douche bezig was, een gedeelte van zijn ene zijflank waar die nou op ligt, bezig geweest. Dus ja, dan moet ik even kijken wat daar de schade van is. Ik kan hem nou ook niet omdraaien, want daar werkt hij toch tegen. Dus ik ga hem zo meteen even naar de keuken toe roepen om dat te bekijken hoe dat eruit ziet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is rotweer hier in de Helden. Het gaat nu regenen. Het stormt van je welste. Je waait hier uit je kleding vandaan. Want ik had er net met Frodo's wc op te ruimen wel een jas eroverheen. Want het is echt bar koud. En ik kan weten dat ik hier aan de kust zit, maar dan nog, kleed je goed aan. Want zolang je er in de maand zit, is de wind verraderlijk. Ja, dus kleed je goed aan als je naar buiten moet. Ik blijf lekker binnen. Ik hoef er niet erop uit. Ik heb niks wat ik halen moet. Nee. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Tot later. Doei, doei. Hé, hey, mijn meisje. Leg je wel lekker op je troon? Ja, hé. Wat verdikkie dan? Hé? Nou, Frodo die ligt met zijn hondenkap, met zijn lampenkap, laat ik het zo maar even benoemen. Weer al lekker op de bank te slapen, half. Die is ook liever lui dan moe. En ik heb net het werk erop zitten, want ik heb de eettafel schoongemaakt en de slomtafel en de vloer en de leuningen van de bank. Ik moet nog zelfs wat terughangen, zie ik. Dan gaan we er even naartoe. Kijk, zo'n asbak wat je op de leuning hangt, die is nog van mijn man geweest. Dus die hangen we dan weer terug. Zo, even naar het dukkie. Nou, en de vloer heb ik helemaal aangeveegd met een rubberen bezem. Morgen komt Rebecca weer. En ja, die zuigt weer en alles. De eettafel heb ik helemaal leeg gehad. En die heb ik ook met speciaal spul ingesmeerd. Dat is van HG Meubel Line. Ik denk dat iedereen dat al kent. Heb ik hem helemaal meegedaan. Tenminste het bovenblad en toen keurig netjes weer alles erop. En dus dacht dat het er netjes uitzag. Dus het komt allemaal weer goed, ja. En nou ga ik een koffie maken. Daar ben ik ook aan toe. Zo. En ik ben met een spelletje bezig. Nee, geen Pokémon. Nee. Nee, dit is geen Pokémon. Dit is een stad met een boerderij en fabrieken. En ja, huisjes, boompjes, beestjes, mensjes, bootjes heb ik ook. Hier al. Eentje is weg. Althans, die ik weggestuurd. Zeilwedstrijden hebben we. Hier heb ik treintjes. De derde is ook weg. Hier gaan we naar een
Een dierentuin. Hup, wordt het even donker. En dan zijn we in de dierentuin beland. Nou, er lopen ook mensen natuurlijk die wat lekkers willen hebben. Hiro is er ook een, die wil dan een broodje en die wil suikerriet hebben voor een diertje. Nou, en hier allemaal dieren. Ik ben er ook bezig dus aan het uitbreiden. Hiro staat er nog eentje, die kan ik uitbreiden, maar dan moet ik nog glas hebben erbij. Nou, zo kun je ook land uitbreiden. Net zoals in de stad kun je ook land uitbreiden. Dat is allemaal leuk en dan wil ik weer naar huis, naar de stad en dan druk ik op het huisje. Nou, dan ga ik weer terug en dan ben ik weer terug bij het station. En dan hebben we hier ook nog spullen, gebouwen, dat is een achtbaan. Nou, dan moet ik nog 14 van die planken hebben. En hier heb ik nog van alles en nog wat nodig. Nou, dan heb je hier de markt. Kun je dingen kopen. Ik heb daar al wat gekocht wat ik nodig had. Wat te lang duurde om het zelf te maken. Nou, en dan heb ik nog hier de mijn. Daar moet ik nog mee aan de gang, maar dat doe ik vanavond pas. En dan heb je hier de gieterij. En hier het gokhuis. Nou, ik heb al 12... Klavertjes 4 gekregen, dus dat wacht ik ook tot ik een stuk of 30 à 40 heb. Nou, en al die helmpjes, dat moet nog allemaal afgebouwd worden. En dit is een puzzel, dat is een taart. Nou, dan moet ik nog, ik heb 6 aardbeien en ik moet er 20 hebben. En ik heb maar 2 ananas en ik moet 3 hebben. Nou, daarom heb ik een boot weggestuurd. Die haalt de ananas wel op. Nou. Kijk, die heb ik nodig. Hup, vliegtuig. Nou, die gaat over 12 uur en 28 minuten gaat die weg. Of je hem nou vol hebt of niet. Maar ik heb hem vol laden. Mooi, dan is het nu sturen. Dan komt er een mannetje. En die zegt het een en ander, maar dat boeit me niet. En dan krijg ik een kistje. Dat verdien ik dan, wat erin zit. En is die weg en dan komt hij over 5 uur weer terug. En dan moet ik die veren hebben, ik moet aardbeienjam hebben en ik moet een kiwitaart hebben. Nou ja, komt wel goed. Dus, hartstikke leuk allemaal. Dus ja, ik heb weer een hoop verteld wat ik zo in mijn dagelijks leven een beetje doe als ik me verveel. Want ik zit niet continu voor die pc. Nou word je ook zo gaar als boter van en ja, je bent aan het werken en aan het doen. Dus het komt allemaal goed. En kijk, ik zit kandelof te eten. Ik heb het ook bewust laten staan, dat van Ewen. Want Ewen, die trok de neus ervoor op. Ik denk, nou laat ik het staan net. Armen, maar kandelof is een keertje wat. En maakt niet uit. Moet kunnen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie middag. Het is nog steeds middag. Ja, ik heb het goed. Eind, middag. Na, middag. Ja. Dus, zeg. Tot later. En wat gaan wij doen? Naar Bedje Veren Lakenstraat. Ja, we gaan naar boven. We gaan slaapje doen. Frodo gaat eerst eventjes nog naar buiten. Die ligt op de bank lekker nog te koesemoesje. Hé? Hé, Frodotje. Koekoek. Hallo. Hallo. Moet je nog naar buiten? Kom. Kom maar. Kom maar. Ga nog maar even naar buiten. En het is koud, lieve vrienden. Er is echt niks aan. Nee. Ja, dan gaan we de boel even opruimen. Maar ja, ik heb jullie vast en de lege lamp die flikkert weer, hè. Ik heb nou maar 1 hand, ik heb jullie vast. Ja, dus nou, morgen de vuile boel doen. De vaatwasser weer, morgen komt Rebecca, morgen moet ik naar de psycholoog. Dus ja, morgen weer een drukke dag. En het zal ook wel emotioneel zijn voor mij. Maar oké, maakt allemaal niet uit, komt ook allemaal wel weer goed. Ja, want anders hoef je niet naar een psycholoog toe, hè.
Dat is omdat ik mijn verdriet niet kan verwerken, ja. Het zit van binnen, ik krop het op. Ik laat het niet merken, ik ga gewoon door met mijn leven. Ik ben vrolijk en ik doe gek en ik doe blij en ik doe weer verdrietig en ik heb weer pijn en dan weer dit en dan weer dat. Gewoon zoals iedereen wel eens heeft van onze leeftijd, maar ook jongeren, ja. En ook jongeren hebben dat. Wat wij hebben, dat kunnen jongeren ook hebben. Maar ja, je gaat gewoon door, hè. Wat was een meisje? Ik hoorde jou wat zeggen. Had je wat te zeggen? Oh ja? Nog een keer. Nog een keer. Hé. Hey. Heel goed zo. Ja, drie keer is scheepsrecht, hè. Ja, zeker. Nou, de televisie weer even op Nederland 3 zetten. Dreamschool, droomschool. Oké, nou, hij gaat toch uit. Hup, hup, uit. Gaat morgen weer aan. Zometeen even nog wat klaarmaken voor mijn voetjes. Dan kan ik niet slapen. En dat is mijn kruikje weer. Daar hebben we Frodo. Dan moet hij niet weer weg gaan lopen. En ik ben een vlog naar YouTube aan het brengen. Ja, voor vandaag. Ik loop weer op achter. Ik kan er niks aan doen. Nee, het zit nou helemaal zo. Het staat ook onderin het vakje te lezen waarom, hoe en wat. En ik vertel het vaak genoeg. Dus ja, jullie weten het nou. Als jullie tenminste mijn vlogs helemaal bekijken, dan weten jullie dat ik dus op achter af en toe loop. En dat ik eventjes dan weer niks kan plaatsen. Dus ja. Ik denk dat ik het ook op een andere manier moet gaan doen. Ik weet het allemaal niet. Ik moet er eens eventjes over babbelen met Karin. Die heeft er meer verstand van dan ik. En dan misschien dat ik ook een keer een vlog van maak. Maar ja, ik vlog wel door de week. Maar je hebt het fut niet om aan het werk mee te gaan. Want dat is inderdaad, zoals al velen zeggen, zo wat een dagtaak. Nou, ik heb ook andere dingen te doen. Ja, toch? Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet jullie ook van jullie nachtrust. Slaap lekker met mooie dromen. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei. Wat nieuw. Ik zeg een goedemorgen. Ja. Ja. Goedemorgen, Eowyn. Ja, je hebt ook honger. Althans, trek je wat. En hier zit onze kerel. Hé? Daar zit jij op te wachten. Ook een plakje worst, hè? Ja. En Frodo ligt op de bank. Dus, en ik ben met koffie bezig en ik ga een broodje klaarmaken. Maar, als eerste zeg ik natuurlijk een hele goede morgen. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Wezenboel. Het is vandaag dinsdag en het is de 12e maart en het is nog steeds op 2019 en het is 10:29. Rebecca die komt zo meteen, dus ja, die kan dan ook gelijk een bakje drinken. En ik zal nog een broodje klaarmaken en voor de dieren zorgen. Frodo heeft al eten, maar die komt er nou niet aan, want er zit geen worst doorheen. Maar maakt niet uit. Komt vanzelf wel. Ik zeg, geniet van jullie dag. Het is hier nog steeds weer triest en regenachtig en ik moet er straks ook doorheen. Want ik moet naar de psycholoog. Maar komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. En maak er wat van. Doei doei. Eowyn. Hey meisje. Ja, dan is Rebecca weer weg, hè? Die heeft het huisje weer schoongemaakt voor vrouwtje. Ja, kunnen jullie er weer een bende van maken? Voor vrouwtje vanmiddag enkel het vaderwasje maar te doen. En het aanrecht, ja. En dat doet vrouwtje vanmiddag wanneer ze thuis komt. Ja, Rebecca die gaat daar, hè? In het zwarte tutootje, ja. Ja, dat doe ik vanmiddag wel. Komt allemaal wel goed. Simpel zat. Ik heb mijn koffie nog staan. Oh nee, daar gaat Rebecca.
Die rijdt daar nou net weg. Oké, nou ja, maakt niet uit. Ja, ik heb koffie staan, dus ik ga mijn koffie opdrinken. En ik denk nog lekker een tijdje aan mezelf, want ik moet om 2 uur bij de psycholoog wezen. Dus ja, rustig aan, breekt het lijntje ook niet. Even iets doen dat mijn hoofd lekker leeg raakt. Laat het hopen. Het is nu 11 uur 58, dus bijna 12 uur, dus ik heb nog wel even te gaan. Ja, misschien dat ik van tevoren wel die vader was en dan doe. Ja hoor, komt allemaal goed. Geniet nog verder van jullie dag, het is hier koud, het waait hier als een raket. Mijn deur die gaat af en toe heen en weer, dan zie je gewoon het ruit trillen. Dus ja, en er is niks aan. Dus diep in je kleren, diep warme truien dingen aan en een dikke jas aan, handschoenen aan. Ja, dat Ewen is aan het drinken. En Frodo is buiten, dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van alles en tot later. Ik ben weer thuis. Ja, wat een wind, wat een wind. En vooral de heenweg. Mijn hemel, ik had houden in keren met mijn booster. Ik moest hangen op mijn stuur. Maar ja, we zijn weer gelukkig thuis en heel uit thuis gekomen. Ja. Gelijk ook boodschappen gedaan, die heb ik dat maar weer gehad en ik heb mezelf verwend. Ten eerste moest ik een paar nieuwe leggings hebben, nou, daar heb ik er 2 van genomen. Maar ik heb ook nog, daar heb ik 2 handen voor nodig. Dus ik zet jullie even neer. En dat gaat, ja, dat gaat. Zien jullie zo niet? Zien jullie dat zo? Kan ik het zo zien? Nee, ook niet. Wacht maar even. Ik doe het gewoon heel anders. Zo. Nou zien jullie het wel. Dat heb ik gekocht. Kijk, zelf dus voor fruit en weet ik veel wat. Kan er groente? Kan ik, drankjes maken? Ja. Dat is weer wat anders, hè? Dan weet ik van wat. Ik kan zelf gewoon smoothies maken. Ja. Smoothies, sausen en gemalen ijs. Ja. Nou ja, komt goed. We zullen het beleven. Dus ik ben benieuwd hoe dat te werk gaat. Ik heb het nog nooit van mijn leven gedaan. En eens moet toch de eerste keer zijn. Ja toch? Dacht ik. Maar komt allemaal goed. Dan moet je trouwens ook eerst spullen in huis hebben ervoor. Maar dat heb ik nog niet. Ik moet eerst maar eens eventjes met iets goedkoops leren. Voordat ik iets anders ga kopen. Voordat ik dure fruitsoorten erin donder. Maar oké, komt allemaal goed. Ik heb natuurlijk nog meer gekocht. Ik heb voor de koffie, bij de koffie, natuurlijk weer een bounty genomen. Ja. Hé, hey, Kanafi. Waar jij binnen? Ach, joh. Ach, joh. Hé? Hey? Oh ja, nou. Wist ik niet, ik zag dat die buiten was. Hé. Lol, hé. Nou ja, en ik heb 2 blikken erwtensoep. Was in aanbieding en ik heb voor Frodo heb ik koudsticks gekocht. Daar had er eentje van Karin en Roderick gekregen, maar die moet hij niet. Dat is met van die ribbels, nou die eet hij niet. Hij kwam er niet aan, ik had hem zelf door 2 gemaakt, maar ook dat moest meneer niet. Nou, ik neem wel wat anders voor hem mee, wat hij wel wil. Simpel. Nou ja, 2 blikken snert. Ik heb kuppersoep, tomaten. Ik heb oranje koek voor bij de koffie. En ik heb mosselen op zuur. En wijn en chips. Ik denk, ik mag me nou ook eens een keertje zelf verwennen. Toch? Ja, want ik doe het toppie. Ja. En als jullie nou ook mijn kanaal het top
duimpje vinden? Nou, doe dan ook even de duimpje omhoog. En niet alleen bij mij hoor, nee. Ook bij Karen en Roderick. Mr. en Mrs. in Love. Dat kunnen jullie het ook doen, dus ja. Komt allemaal dan wel vanzelf goed. En ik zou nu zeggen, een fijne restmiddag nog, namiddag. En voor straks smakelijk eten. Tot vanavond. Doei doei. Ja, lieve vrienden, de diertjes hebben eten gehad. Kandel zit achter de deur. Vrolijk ligt weer op de bank, die wou naar buiten toe. Maar het draaide zijn gelijk weer om. Want het spoelt hier. Ja. Ewen die zit nog te eten. Die zit lekker te smullen. Lekker, lekker, lekker. En ik ga zo mijn eten even opwarmen. Ja, dat is, heb ik gisteren lekker klaargemaakt. En het is nou enkel de kwestie van opwarmen. En wie weet, kijk er nog een dag mee. Maar dat zien we straks wel weer. Ja. En nee, het spoelt echt vreselijk. Mijn hemel. Grote plassen in de tuin. Maar ja, doet er niet toe. Ik zou zeggen, ja, ik ben altijd laat met eten. Dus ja, ik zat er net op Facebook in. Even een plaatje. Dat had ik vanmiddag gemaakt nog even. Twee stuk zelfs. Even grappige plaatjes en met leuke tekst. En ja, daar was ik even mee bezig. En ineens, kijk om me heen. Ik zie zo, ik zit hier donker. Ik had niet door dat het donker was geworden. Zo lekker was ik even bezig. Dus ja, lichtjes aangedaan. Ik zei al uit de gein tegen Vrolijmeer, die geeft me toch geen antwoord. Van, kon je niet tegen Fruitje zeggen? Van licht aan, we zitten in donker. Ik had even niet door. Maar in ieder geval, nou ja, donker. Er branden twee kaartjes, waar er nou nog eentje van brandt. En dat is die. En die is uit en er komt een nieuwe in. Ja, en dan gaan ze gewoon weer gezellig aan. Ja, deze twee heb ik gewoon voor mijn dierbare naam. Want dan kan ik het daar wel in die hoek doen. Ja, achter mijn pc. In het hoekje. Daar ja. Maar dat gaat niet. Want die deur iedere keer open, dat waait iedere keer uit. Nou ja, dan blijf je aan de gang. Al wel van de zomer, maar in de winter gaat dat haast niet. Nee. Dus ja, we wachten het gewoon allemaal af en het komt allemaal wel al goed. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot later. Doei, doei, doei.